Kijk, uiteindelijk hebben we DSM totaal omgebouwd. Misschien is het allergrootste succes dat het een van de duurzaamste bedrijven is geworden. En een economisch succes als je kijkt naar omzet, naar winst, naar market cap. We suffer the most, we cost the least and you don't care. Als mensen die het niet breed hebben een zwaarder rekening moeten gaan betalen aan klimaat, dan voelen die dat deels als unfair, te duur enzovoort. En daar moeten we wat aan doen. Je kan alleen maar een samenleving hebben als je die samenleving ook bij elkaar houdt. Waarom zou je 50% van het talent in de wereld, vrouwen, verontachtzamen? Dat is gewoon dom. Dat is macro-economisch dom. Dat is micro-economisch in bedrijven dom. Dat is gewoon dom. Je moet willen kunnen luisteren naar anderen en ook iets ingeven en anderen ook iets gunnen. En als je dat niet doet, dan ben je heel stevig, maar je bereikt niks. It is not the biggest, it is not the fastest, it is not the strongest, but it's the fittest that will survive. Deze podcast wordt je aangeboden door Bondex, de oplossing voor ondernemers die groeikapitaal willen ophalen. Als je geniet van doorzetters, als je kijkt naar YouTube, als je luistert naar Spotify of Apple Music, abonneer je dan op dit programma. Dus druk op die abonneerknop, volg ons op al die mooie media en laten we samen doorzetten naar succes. Bedankt voor je steun en nu op naar de show. Richard Bros, goedemiddag. Dag Ruud, hallo. Hoe is het? Gaat goed. Goede week gehad. Ja, prima week gehad. En je ziet waarschijnlijk aan mij, tenminste dat denk ik, dat mijn haren geknipt zijn. Zeker. Dat ik ook niet lullig heb gedaan een colbertje aan. Ik zie het. Heeft alles te maken met de gast die wij natuurlijk zometeen gaan verwelkomen. Zeker, want onze gast is Feike Siebesma, vooraanstaand Nederlands zakenman, bekend als voormalig CEO van DSM. Hij heeft een achtergrond in medische, moleculaire biologie en bedrijfskunde. Onder zijn leiding transformeerde DSM zich van een chemiebedrijf naar een life sciences en materials sciences bedrijf. Feike is nog steeds erevoorzitter bij DSM, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Philips, commissaris bij Unilever en was betrokken, Richard Bros, bij de doorstart van Lightyear. Hij is ook lid van de toezichtsraad van het World Economic Forum, klimaatleider van de Wereldbank en lid van de externe adviesraad van het IMF. Ja, nu heb je de beknopte versie gedaan. Dat is de beperkte versie. Feike, welkom. Wat doet een erevoorzitter van DSM? Helemaal niks. Nee? Erevoorzitter zijn is meer dan doen. Dus het is meer een, ik weet niet, erkenning of zoiets dergelijks voor het verleden. Het heeft niks met governance te maken. Ik heb geen stemrecht, ik heb geen zitting in de Raad van Commissarissen. En op verzoek help ik en geef ik advies of mening, maar dat is heel zelden. Dan ben je een klankbord. Ja, als het nodig is. Alleen op verzoek, want je moet nooit je opvolgers in de weg gaan lopen. Maar hebben ze bijvoorbeeld aan je gevraagd, Feike, wat vind je van de potentiële overname, CQ-fusie van Firmenich? Ik weet niet of ze echt gevraagd hebben wat ik wel vind, maar ze hebben zeker met me besproken net voordat het besluit genomen was. Maar het besluit hebben ze helemaal zelf genomen. En wat vind je ervan? DSM heeft de laatste jaar onder mijn leiding, maar hun leiding verder, natuurlijk gefocust op de voedingsmiddelenindustrie. En daarin nu ook de stap gemaakt naar smaakstoffen, om ook de nutritionele ingrediënten die ze in voeding verkopen en erin kunnen stoppen, ook zorgen dat die goed smaken. Want mensen willen niet alleen gezond eten, maar ze vinden het ook nog lekker. Ja. Wat is jouw grootste zakelijke succes als je terugkijkt op je carrière? Een moeilijke vraag. Als je het heel globaal ziet, dan denk ik dat het de verandering van DSM is. Bijna 13 jaar, 14 jaar voorzitter geweest van de Raad van Bestuur, CEO. En de ombouw, ik denk dat toen ik begon, vergeleken met dat ik wegging, ik denk dat we zo'n 90% van de omzet die ik had in het begin, 95% we op een gegeven moment niet meer hadden. Dus het is wel een hele dramatische in positieve zin ombouw geweest van het bedrijf. Ja. Dat is het grootste. Daarin zitten allerlei deelstappen. Acquisitie van een deel van Roche, andere acquisities in Amerika.
van hoogwaardige vetzuren die een belangrijke rol speelt. Doorbraken, innovaties die nog steeds heel belangrijk zijn voor DSM. En daarvoor, misschien wilde ik... Ik ben ook niet de jongste meer. De successen binnen Gisbrokaders. Dus, maar goed, dat zijn allemaal weer deel succes in dat grote geheel. En misschien nog wel ook het feit... Ja, ik geef geen goed antwoord. Misschien is het allergrootste succes dat het een van de duurzaamste bedrijven is geworden. Het allerbelangrijkste op het terrein van duurzaamheid. En een economisch succes als je kijkt naar omzet, naar winst, naar market cap. In die combinatie, misschien is dat het allerbelangrijkste. En waar ligt dan jouw kracht? Hè? Want we hebben het er wel eens een keer eerder over gehad, want we hebben elkaar een paar keer gesproken, dat als je zoveel dingen doet en zoveel grote processen, nou ja, niet allemaal leidt, maar wel onderdeel van bent. Ik weet nog, want wat je net zei, die transformatie. Hè, 95% van de omzet, 90% was totaal andere omzet. Ik weet nog dat Steve Ballmer was CEO bij Microsoft en toen kwam Satya Nadella. Mm-hmm. Satya Nadella heeft zijnzelfde transformatie doorgezet. Mm-hmm. Hè, dus laten we zeggen met cloud en met integratie van andere grote platformen. Hè, eigenlijk de concurrenten. Ja. Wat heel gevaarlijk was, maar hij deed het. Waar ligt aan jouw kracht? Is dat hoog over? Is dat, laten we zeggen, bepalen waar een stuk visie ligt en een bepaalde strategie? En dan nou ja, alle grote projectgroepen die dat dan adopteren? Of zit je ook in het detail? Of ja, wat kan jij heel goed? Dat is een lange vraag natuurlijk, maar nou, ik wist hem ook niet anders te stellen. De mensen die met me gewerkt hebben zullen zeker niet zeggen dat ik alleen hoog over ben en niet af en toe in de details ben gegaan. Okay. Dat zullen ze niet zeggen. Ze zullen zeggen, nee, zeker vaak in de details gegaan. Soms misschien wel tot vervelend toe. Maar ik denk dat als je een strategie en een richting neerzet, ja, dat is maar één. En vaak is dat nog ineens rocket science. Ik bedoel, ja. Maar de kunst is ook om het te implementeren. Ja. En misschien is het nog wel belangrijk om goed te implementeren wat een oké strategie is, dan de briljantste strategie die niet geïmplementeerd wordt. Dat is van heel weinig waarde. Dus de implementatie is van groot belang. Maar als je zegt, waar ligt jouw kracht? Of misschien, hoe zal ik het zeggen? Waar vind ik dat kracht moet liggen? En misschien heb ik dat zelf ook wel, om al te bescheiden zijn over jezelf. En hoe ik tegen leiderschap aankijk, is, ik denk dat leiders inzicht moeten hebben. Daar begint eigenlijk leiderschap mee. Inzicht. Zelfs als je leiders hebt zonder inzicht, dan kunnen ze nog zo visionair zijn of besluitvaardig of weet ik veel wat. Dat zijn toch geen goede leiders. Je moet inzicht hebben, inzicht in jezelf, je sterktes, je zwaktes, je onhebbelijkheden. Inzicht in de mensen met wie je werkt. En inzicht in de wereld waarin je eigenlijk opereert. Als je geen inzicht hebt, vergeet de leiderschap journey maar. En ik denk dat ik heel veel gereisd, gelezen, met mensen heb gesproken die mij geholpen hebben om inzicht te verwerven. Het tweede wat je dan moet doen is een visie ontwikkelen. Maar visie, ja, vaak hebben mensen gezegd, hoe kom je nou weer aan deze visie of dat beeld? Ja, ook dat is niet zo heel hoogdravend, heel duurzaam, een toegevoegde waarde aan de wereld en tegelijkertijd geld verdienen. Nou, zo complex waren al mijn visies niet. Maar wat wel van belang is in de visie, niet alleen om de visie neer te leggen, maar ook om neer te leggen dat datgene wat je visie is ook kan. Mm-hmm. En niet altijd bedenkt iedereen dat hetgene wat je als visie neerlegt ook zou kunnen. Dat je ook aangeeft wat de route eigenlijk is om daar te komen. En dat je het juiste leiderschap hebt om dat ook te verwezenlijken. Mm. Dat allemaal bij elkaar noem ik visie. Dus niet alleen de visie zelf. Maar laten zien dat kan. Laten zien hoe het dan kan. En daar de leiderschap bij ontwikkelen. En dan vervolgens de mensen meenemen. Daar naartoe. En dan moet je inspirerend, empathisch, connective zijn. En dan kun je met deze elementen kun je heel eind komen, denk ik. Nee, over inzicht gesproken. Wat is de grootste misvatting die mensen over jou hebben? Oeh. Misschien vele misvattingen. Ik heb intern en ook extern wel regelmatig meegemaakt als mensen mij leren kennen,
En ze zeiden, goh, je bent eigenlijk best aardig. Ja, dat vind ik zelf ook best wel. Want, nou ja, je bent de grote baas van een bedrijf. Zowel intern als extern. En mensen geven dat allemaal elementen mee. Hoe je dan wel zal moeten zijn of zo. En dan leren ze me kennen. En veel mensen zeggen, oh, je bent eigenlijk best aardig. Nou, dat, maar kan je ook genadeloos zijn? En moet je dat kunnen als je CEO van zo'n groot bedrijf bent? Ja en nee. Ik denk, kijk, uiteindelijk hebben we DSM totaal omgebouwd. En ja, het was totaal, ooit de staatsmijnen, hè? Van kool naar chemie naar life sciences. Klopt. En ik denk dat ik wel genadeloos ben geweest in het implementeren van de visie en er een ander bedrijf van te maken. Dat is iets anders, dat je genadeloos bent naar mensen toe. Of naar je historie toe, of wat dan ook. Ik denk dat ik genadeloos, als je dat woord vindt, een heel verwend woord trouwens, maar wel heel duidelijk ben geweest over de richting van het bedrijf en dat we dat hebben geïmplementeerd. Ik denk dat ik zeker niet altijd, misschien wel eerder omgekeerd ben naar mensen. Ik geef mensen heel veel tweede, derde kansen, soms vierde. En ook, en dat heb ik af en toe moeilijk gevonden, maar ook gedaan, heel veel respect naar het verleden van het bedrijf, waar het vandaan komt enzovoort. Dus op die softe aspecten ben ik helemaal niet genadeloos. Maar misschien op de aspecten waar we heen willen, duidelijk vind ik een beter woord. Ja, maar soms ontkom je het toch ook niet aan. Laat ik het woord genadeloos dan niet gebruiken, maar hard. Jij bent voorzitter van de Raad van Commissarissen van Philips. Ja. En Frans van Houten die is een half jaar eerder vertrokken dan hij oorspronkelijk plande. Mede als gevolg van de hele apneu-affaire. Heb jij tegen me gezegd, Frans, het is mooi geweest. Tijd om op te stappen. Ja, ik vind het niet gepast om in podcast over specifieke mensen, in dit geval Frans van Houten, te praten en de gesprekken die tussen hem en mij en de Raad van Commissarissen zijn geweest. Maar uiteindelijk is hij iets eerder weggegaan, inderdaad, dan eerder gepland. Mm. Maar in het algemeen moet je als voorzitter, dan hebben we het even niet over Frans van Houten, moet je die zo'n duwtje wel kunnen geven, denk ik. En dan noem ik het niet genadeloos, maar dat is voor de persoon in kwestie natuurlijk best hard. Ja, ja, sommige dingen zijn voor besluiten die je neemt, zijn natuurlijk ook voor mensen niet altijd plezierig. Ik denk dat ik daar drie keer over nadenk. En het best, als het over mensen gaat, het best lastig vind af en toe. Omdat ik ook een mensenmens ben en om mensen geef. Ja, er zijn een heleboel elementen die een rol spelen. Ben je ergens schuldig aan of heb je ergens verantwoordelijkheid over? Dat zijn nog twee andere dingen. Is het zo dat je je niet inzet voor iets? Hè? Dat kan ook intern in het bedrijf geweest zijn. Ik denk, nou, dit had wel wat meer commitment gekund. Versus mis je sommige vaardigheden en kan ik je daarin helpen? Mensen die in DSM sommige vaardigheden misten, ben ik altijd bereid om ze te helpen. Als mensen niet echt effort erin willen stoppen, dan denk je, ja, dan kunnen we misschien ook maar beter beëindigen. Wat ik echt heel spannend vind en wat ik eigenlijk ook wel bij jou vind passen, is dat iedereen sprak natuurlijk over Philips vanwege de claims en apneu en Amerika en alles wat er speelt. Ja. En dan opeens komt er een soort van nieuwe aandeelhouder bij. Toch van serieus statuur. En dan denk ik, ja, dat is toch wel heel knap. Je hebt het over die Italiaanse familie die zo onlangs 10% heeft gekocht. Ja, maar oké, dus even het huis staat in de fik, zullen we maar zeggen. Dat is echt best wel, iedere krant schreef erover en er werd veel over gesproken. En dan
tegelijkertijd, hè, want even zo'n 10% aandeelhouderschap, dat gaat natuurlijk niet in een week. Hè, dus daar is lang, neem ik aan, over gesproken. En dan heb je zo'n parallel traject. Hè. Dus aan de ene kant gebeurt dit. En aan de andere kant heb je een gesprek van oké, we willen, laten we zeggen, met die partij en dan 10%. En dan ook echt nog een serieuze familie van naam. Dat is toch heel knap. Of heel, dat is toch... Er mogen andere beoordelen of het heel knap is. Welke rol heb je daarin gespeeld? Ja, natuurlijk. Ja, is toch als prachtig? Voorzitter van de raadscommissaris een belangrijke rol, samen met de CEO. Ja. Maar het is met name van belang omdat het eigenlijk heel veel vertrouwen uit in een bedrijf dat best wel de afgelopen jaren natuurlijk klappen heeft gekregen. Ook in het vertrouwen. En met zo'n grote investering, want laten we wel zijn, ze stoppen heel veel geld in. Uiten ze natuurlijk vertrouwen. Dat pakken ook anderen op van, hey, dat is wel vertrouwen. Omdat het een langjarig commitment is, geeft het Philips ook tijd. Nou, het is een equity deal, om toch? Te veranderen. Nee, het is een investering die ze doen. Ze kopen aandelen Philips. Dus ze hebben zo'n 15% nu van de aandelen. Ja. Nou, dat is een behoorlijke investering voor hun. En dus uiten daarmee vertrouwen. Ze geven daarmee Philips tijd om ze te ontwikkelen. En laten we wel zijn, als je de affaires hebt gehad, of nog steeds die Philips heeft gehad, over de claims en dat soort dingen, dan ben je daar een tijdje mee bezig voordat je hebt opgelost. Maar überhaupt, de origine van het bedrijf, net zoals DSM, is een technologisch bedrijf met innovaties. En die doe je niet van het ene kwartaal op het andere kwartaal. Nee. Daar heb je ook aandeelhouders bij nodig die een lange termijn erin willen zitten en daar vertrouwen in. En die niet naar incidenten kijken misschien. Wat ik dan opmerkelijk vind, je bent voorzitter van de RVC van een bedrijf dat zo in de problemen zit. En dat kost je ongelooflijk veel tijd, weet ik uit ervaring. Ik kan me voorstellen dat je die tijd best bereid bent te besteden aan de hoofdzaken. Maar als dan een Frans van Houten zegt, nou, ik geef mijn bonus van 1,7 miljoen niet terug, terwijl ik er een zootje van heb gemaakt. Dan gaat het maar om 1,7 miljoen. Wat in het grote geheel der dingen helemaal niets voorstelt. Maar het imago van zo'n bedrijf en van Frans van Houten zelf krijgt dan wel een klap. En dan moet je dan ook je tijd aan besteden. Dat lijkt mij frustrerend. Ja, maar ik nogmaals, ik praat niet over individuen. En ik praat ook niet over dit soort dingen, wat daar precies gebeurd is. En iedereen heeft recht op zijn visie en recht op zijn eigen dingen. En ik heb mijn eigen visies. Ja. En dan los je dat op en dan ga je weer door. Maar er hoorden, laat ik het dan anders zeggen, er hoorden ook vervelende dingen bij zo'n voorzitterschap bij, van RVC. Bij een voorzitter RVC, maar ook bij CEO van DSM. Maar ook wat ik doe met de klimaatcentra. Bij alle dingen horen af en toe ook natuurlijk vervelende zaken. Het is niet altijd leuk. Maar ik ben niet een type. Mijn vrouw vraagt wel eens, waarom ben je nu nog zo druk na DSM? En ik heb nu tegenwoordig het standaard zinnetje dat ga je niet golven en minderen en weet ik veel. En ik heb haar plechtig beloofd dat de dag dat ik 85 voor ik ga beginnen met minderen. Nog 21 jaar. En precies. Ja. Dan heb ik meer dan 20 jaar om nog allemaal mooie dingen te doen. En dat wil ik eigenlijk ook. Ik wil actief blijven. Ik wil bezig zijn. Ja. Ik wil kijken of ik impact kan hebben in de dingen in de wereld. Dat geeft mij ongelooflijk veel lol. En ik merk zelfs dat hoe ouder ik word, hoe meer haast ik krijg. Want maar je hebt ook heel veel energie nog. Want ik weet dat ik heb het een beetje van dichtbij mee mogen maken. Weet je, om 11:30, 12:00 s'avonds. Als dan appte ik bijvoorbeeld. Ik zei, nou ja, zullen we anders morgenochtend? Prima nu. Volgens mij was het zondag 11:30 of zaterdag 11:30. Is het prima, maar ja, goed. Dus dat moet je dan wel kunnen. Ja, maar het is ook leuk als je bedrijven kan helpen. Ik adviseer bedrijven, ik investeer in bedrijven. Ik help daarnaast van klimaat. En zeker klimaat en honger, de ondervoeding in de wereld en zo. Die twee thema's die liggen na mijn hart. En daar wil ik me voor inzetten. En wat ik net zei, ik krijg zelfs haast. Omdat ik denk, nou, nog 20 jaar dat ik impact kan hebben, dan moet het wel allemaal opgelost zijn voordat ik vertrek, toch? Je zei zojuist al van, je hebt gewoon in je huidige rollen, moet ik zeggen. Want je hebt heel veel rollen. En in je vorige banen ook veel moeilijkheden moeten overwinnen. Wat was het moeilijkste moment in je carrière? Een lastig moment in mijn carrière was wel bij DSM. Toen we begonnen
aan de ombouw van het bedrijf. Dingen verkopen, dingen ontwikkelen, nieuwe dingen kopen, dingen integreren. Dat is een lastig proces, altijd, want dat lukt niet 1, 2, 3. En dan gaan ook dingetjes fout. En dan gaan ook dingetjes fout in de aankopen of in de integratie enzovoort. Dus wat er gebeurde is dat we wel goed bezig waren met de ombouw. Maar de beurskoers ging nog niet snel omhoog. Omdat het publiek het niet begreep? Omdat misschien deels de aandeelhouders het publiek het niet begreep, maar ook omdat niet alles lukt in het begin. Je moet bedrijven integreren en er zijn altijd weer andere culturen en er zitten allemaal weer mensen en die moeten misschien eigenlijk weg. Maar, die zijn maar dat is een heel proces en dat begrijp ik. En dan wat was het dan, echt het moeilijkste nou ja, moment? Dat wou ik zeggen. En toen kwam er een activist en die nam een positie in. En die dacht, dit kan allemaal veel sneller. Als aandeelhouders? Ja, als je de boel opknipt, als je de boel verandert en weet ik veel wat. Ja, maar dat wil ik niet, want we zijn bezig met een heel ander traject. Jawel, maar mijn traject is veel sneller. Is ja, maar niet per definitie beter. Nou, dat was een lastige fase. Dan sta je ook in de media, want zo'n activistisch aandeelhouder... Maar daar dreigt een vijandige overname of iets dergelijks? Nou, dat weet ik niet. Dat zo'n activist neemt maar 3% of zo van de aandelen. Dus koopt niet het hele bedrijf. Maar creëert natuurlijk wel een hoop druk. Je weet nooit wat er gebeurt, inderdaad. Vijandige overnames of andere dingen. Van alles kan er gebeuren. Dat vond ik wel... erg moeilijk. Denk, ja, nou hebben we net een richting, hebben we net een koers ingezet, zijn we net begonnen met uitvoer, hebben we allerlei bedrijven verkocht, hebben we bedrijven gekocht. Dat was in 2013, 14, denk ik. Okay. Ik ben in 2007 begonnen. En ik denk, na een jaar 4, 5, hadden we al heel veel gedaan. Maar ja, allemaal nog niet alle vruchten afgeworpen. Uiteindelijk wel. Kijk, uiteindelijk is de beurskoers was 4, 5 keer hoger toen ik wegging dan het begon. Heel duurzaam. Dus uiteindelijk is alles... Maar dat voor je spannend. Maar wat doe je dan bij zo'n man? Ga je dan een kopje koffie met hem drinken en zeggen van luister, zo zit het? Ja. Of ga je hem PR-matig aanpakken? Hoe heb je die strijd gewonnen? Nee, ja, dat is een goede vraag. Sommige anderen die met dezelfde hebben gedeeld... hebben dat PR-matig gedaan. Of gingen heel hard PR-matig erop in en boze dingen zeggen. Ik denk, dat heeft geen enkele zin. Dit gaat over veel van die activisten. Nou, dat zijn miljardairs. Die komen aangevlogen in hun eigen vliegtuig enzovoort. En die raken niet van de leg van meneer Siebersma uit Nederland. Dus ik denk, dat heeft geen enkele zin. Je moet kijken wat ze willen. Je moet wel vast blijven bij je eigen dingen die je zelf wil. En in je eigen dingen geloven. En kijken wat ze willen. En kijken of je daar toch iets van kan maken. Zodat ze misschien at the end of the day ook tevreden zijn. En at the end of the day willen zij ook een hogere beurskoers. Nou, dat wil ik ook. Wil ook dat bedrijf is onderhandelen waarde. Dan niet een van jouw grootste talenten? Ja, ik heb een tijd geleden de Nationale Onderhandelingsprijs gewonnen. Ik wist nog niet eens dat die bestond. Nee, maar wie ben ik die hem weigert? Was er misschien wel iemand die heel graag in een podcast wilde hebben? Je denkt, die pak ik mee. Ja. Ik denk, die pak ik mee. Ja. En toen werd ook gezegd, misschien is luisteren... een belangrijke eigenschap. En dat is wel zo. Ik heb toen ook het voorbeeld... Ik heb het geloof ik één keer genoemd. Maar ik heb wel eens in een hele zware onderhandeling gezeten... over een acquisitie. Waar we maanden mee bezig. Er werd helemaal niks. En Romain Supreme, de baas van de andere kant... met zijn tweede man... en weet veel hoeveel andere mensen kwamen over. Ik ook. En met mijn team zaten we 2 uur te onderhandelen... allebei aan de andere kant van de tafel. En ik denk, dit wordt helemaal niks. Dus ik pak mijn stoel op en ik ga naar de andere kant van de tafel met mijn stoel... en ik wring me tussen de voorzitter en de tweede man in. En ik zeg, wat wil je? Ik zeg, schuif nou even op, laat me er even tussen... Wat wil je hier? Ik zeg, laat me daar nou even tussen aan jullie kant. Dus ik mag er uiteindelijk tussen. Er is een plaats vrij aan de overkant waar ik eerst zat. En ik zeg, dan heb ik 1 vraag. Wat vertikken we aan het DSM-team? Waarom is het nou onduidelijk wat wij... Ik deed net of ik aan de andere kant tussen van de tafel zei... willen. Wij willen dit, dit, dit en dit. Om deze en deze en deze reden. En wat is daar nou...
is dat nou duidelijk? En toen schoof je aan de andere kant. Die voorzitter zit te kijken en denkt, nou, dat zou ik niet beter kunnen formuleren. Dat klopt. DSM-team was een beetje een verwarring van wat wil die. Met een hoop gelach. Op een gegeven moment ben ik weer aan de andere kant gaan zitten. Hij zegt, wat kwam je hier doen? Ik zei, weet ik niet. Ik heb 2 uur aan de andere kant onderhandeld. En dat leek nergens op. Dus misschien dat ik hier meer toegevoegd waarde had. En uiteindelijk kregen we de deal. En wat ik nooit zou vergeten is dat die baas achteraf zei, weet je wat het belangrijkste was? Ik zei, ja, misschien de humor en het ijs breken naar de andere kant. Hij zei, nee, dat was ook goed. Je hebt het ijs gebroken. Maar toen jij samenvatte wat wij wilden, en tot nu toe hebben wij iedere keer zelf uitgelegd wat we wilden. En jij ging er tegenin wat jij wou. En nu voor de eerste keer, jij zei het feilloos wat wij wouden. En toen dacht ik, hij snapt het. We gaan eruit komen. Ja. Hij snapt het. En dat is wel, het is luisteren en het is misschien ook erkenning geven aan de andere kant. Dus dit is exact wat jij wil, right? En als die andere kant voelt, dat is exact wat ik wil. Goed, dan kan je niet anders en geven. Heb je dan ook de rust en het geduld? Want even sterrenbeeld is, wanneer ben je... Maart. Nou, jij hebt een nieuw fenomeen uitgevonden. Je bent een van de weinige topmensen uit het bedrijfsleven die een heel nieuw woord in de Nederlandse taal heeft geïntroduceerd. Oh. Namelijk het woord superluisteren. Nou, luisteren is van groot belang. Omdat met het luisteren naar wat de andere kant wil en daar ook erkenning voor te geven, niet alleen luisteren, maar ook actief luisteren en teruggeven dat je hebt geluisterd, ook de anderen de indruk hebben gegeven dat je hebt geluisterd, geeft een goed gevoel natuurlijk bij de andere kant. En vind je vrouw dat ook? Even, daar ben ik altijd benieuwd naar. Zeg jouw vrouw tegen jou, afijk, ik vind dat je altijd zo ontzettend prettig luistert? Of ben je thuis anders dan... Ja, dat zegt ze. Altijd. Ja, dat altijd. Dat ik altijd heel goed luister. Nee, dat is dat. En laten we wel zijn. Ik ben ook een mens. Ik luister lang niet altijd goed. Soms luister ik ook niet goed. En soms kan ik ook geïrriteerd zijn. En soms kan ik ook in de versnellingsmode zitten. Enzovoort, enzovoort. Dus ik ben net zo menselijk als andere mensen. En maak ook fouten. Echter, als ik iets heel serieus... En heel issue thuis ook, als ik een heel serieus issue thuis heb, met of de kinderen of mijn vrouw, dan ben ik wel heel scherp op mijn luisteren, op welke woorden ik uitspreek, welke feedback ik geef enzovoort, als het ertoe doet. En natuurlijk op een of andere momenten laat ik mezelf ook wel eens gaan en ben ik het verre van de leukste daarin. Maar als het echt toe doet, dan probeer ik dat. En dan probeer ik ook precies wat je zelf zegt, de rust te nemen, doe ik ook bewust de rust te nemen van, wait a minute, rust, Fijken. En probeer ik ook soms in speeches, als je echt iets over wil brengen. Mensen zeggen dat ik goed verhalen kan houden, maar wat ik daarin dan ook doe, is rust nemen. Is mijn stem verlagen. Of even te versnellen en mijn stem te verheffen. Daarmee spelen, omdat je dan een veel meer connectie krijgt met de andere kant. Je zit in een redelijk unieke positie, dat je enerzijds heel erg bezig bent met het duurzamer maken van de wereld. Niet alleen DSM heb je duurzaam gemaakt, maar je bent bezig om de wereld ook duurzamer te maken. Tegelijkertijd ken je ongetwijfeld heel veel topmensen uit, laten we maar even zeggen, de kant van bedrijfsleven die nog heel erg afhankelijk is van of producent is van fossiele brandstoffen en dat soort zaken. Als je nou kijkt naar de hele discussie tussen aan de ene kant de klimaatactivisten van Extinction Rebellion, anderzijds die top van de fossiele industrie. Hoe kan je die nou met superluisteren bij elkaar brengen? Ja, dat is soms lastig. Ik heb wel en nog steeds doe vele pogingen. Ik heb na de Parijsakkoorden de CEO Climate Leaders Alliance opgericht. 125 bedrijven nu die zich progressief willen opstellen op het terrein van klimaat. Van elkaar willen leren, gezamenlijk stelling willen innemen enzovoort. En die heb ik bij elkaar gehaald. Soms door te duwen, soms door mijn visie neer te leggen, soms door te luisteren, een combinatie. Ik ben overigens begonnen met 40 bedrijven in 2015, 16. En toen zei ik op een gegeven moment, nou moeten we ook wel extern, nou moeten we krachtig zijn. Extern vertellen wat we gaan doen.
Het was een gek 10 bedrijven kwijt van de 40. Dus toen had ik nog maar 30. Die wilde dus niet. Die wilde niks extern zeggen. En dat is me toch gelukt. Massage enzovoort. En toen hadden we een extern statement in de Financial Times. Kwamen een heleboel anderen weer direct weer terug. Oh, als zij ook toch hebben getekend, dan willen we ook alweer lid worden. Dat is mooi. Toen zijn we doorgegroeid naar 100. Toen dacht ik, er zitten een heleboel in die helemaal greenwashers zijn. Die willen graag lid zijn, maar die willen eigenlijk niks doen. Toen zijn we weer teruggegaan naar 90 en nu hebben we opgebouwd naar 125. Dus het is een beetje een hobbelige weg geweest om daar te komen. Maar zo probeer ik de bedrijven bij elkaar te brengen. Die bedrijven is één ding, maar hoe krijg je ze bij elkaar met die klimaatactivisten? Want die kloof die zullen we toch op de een of andere manier moeten overbruggen. Ja, ik probeer die bedrijven uit te leggen dat die klimaatactivisten natuurlijk ergens een punt hebben. En dan kan je zeggen, ik ben niet helemaal eens met alle acties en alle dingen die ze nemen enzovoort. Dat is een uiting van hun zorg. Daar kan je helemaal mening over hebben. Maar even terug naar de zorg die er is. De zorg voor de planeet, de zorg voor gemeenschappen in de wereld die anders niet meer hier kunnen leven, is denk ik ongelooflijk terecht. En probeer nou daar even te focussen en niet te focussen op de 3000 rechtszaken die er nu lopen tegen bedrijven op het terrein van klimaat enzovoort. Ik weet niet of dat de route is. Maar dat zijn allemaal uitingsvormen van enorme zorg. Ben je positief gestemd trouwens over de toekomst? Nou, ik denk dat we op het ogenblik moeten opletten dat het, zoals veel debatten in de wereld, dat we niet een enorme polarisatie krijgen. Enerzijds, hoe krijg je die geest weer in de fles? Hè? Want ik denk daar welke echt geest in de fles? Nou, van die polarisatie en gewoon hoe het gaat in de wereld. En dat zulke door te verbinden en door te luisteren. Enerzijds zien we het Extinction Rebellion die zich enorme zorgen maakt aan Greenpeace. En terecht, en dat begrijp ik. Anderzijds zien we dat we niet alle fossiele bedrijven met dezelfde snelheid meer vooruit gaan. Dus het is best lastig. We zien ook, ik ben samen met Ban Ki-moon voorzitter van de wereldwijde klimaatadaptatiecentra. Dus jezelf aanpassen aan klimaatverandering. Maar een hele belangrijke conferentie een jaar geleden in Nederland. Met meer dan 10 Afrikaanse presidenten. Die allemaal waren, heel veel ministers. Het Westen, behalve Nederland, Mark Rutte was er. Maar voor de rest had het Westen allemaal ministers afgevaardigd. Dat vond ik teleurstellend. Die Afrikaanse leiders ook, die vliegen 10 uur. Mensen met 1 uur vliegen afstand. Waarde, dit had beter gekund. En op een gegeven moment zei Macky Sall, toen de baas van de African Union, die zei op een gegeven moment, het irriteert me, want wij Afrikanen, en hij zei het natuurlijk in het Engels, we suffer the most, we cost the least, and you don't care. En toen weet ik, een van de Nordic ministers zei toen tegen mij en Ban Ki-moon, nou, ik geloof niet dat zo'n polariserend statement helpt. Ik zei, ja, ik ben het met je eens dat het een inconvenient statement is, maar ik weet niet of het incorrect is. De inconvenient truth, hè? Ja, en ja, Afrikanen zeggen, president van Ethiopië zei het daarna nog, luister eens, ik heb 110 miljoen inwoners, ik heb 80% die is boer, en in toenemende mate kan ik niet in mijn eigen voedsel voorzien. Wat willen jullie dat ik doe? Ik heb hulp nodig. En als ik geen hulp krijg, gaan steeds meer van mijn mensen als bootvluchteling naar Europa. En dat kunnen jullie ook niet handelen, wat waar is. Dus en we houden niet alleen maar overal de grenzen dicht. Dus we zullen deze brug moeten slaan. En, ja, maar wat ik nou zo ongelooflijk frustrerend vind, stel dat de massa het goed wil hebben. Hè? Ja. En dan zometeen hebben we weer de verkiezingen in Amerika. En stel dat Trump het wint. Dan ga je toch weer 4 jaar terug in de tijd, of eigenlijk meer jaren terug in de tijd. En dan kijk, jij hebt het vaak over hinkstapsprongetjes, maar dan ga je wel vooruit. Hè, dus je een beetje dit en dan weer 3 voor, een beetje schaken en zo. Okay. Maar dat kunnen we toch niet blijven doen, even op globaal niveau. Dus stel nou dat die weer terugkomt, waar toch veel mensen het best over hebben. Mm. Hè? En dan? Want dan worden allerlei dingen weer geschrapt en gedaan. En dan ben je weer, en dan moet je weer 4 jaar wachten. Of zie ik het te zwart-wit? Nou, de vraag is, als iemand gekozen wordt, hetzelfde geldt in Nederland en andere landen.
het is interessant om trouwens nu te zien wat er in Engeland gebeurt. As we speak, en ook in Zweden, waar terugtrekkende bewegingen door de regering gemaakt wordt op het terrein van klimaatacties. En waarom? Omdat de tegenpartij in Engeland, Labour, zegt dat dit te veel gaat kosten voor de doorsnee Engelsman, vrouw. En dat dat niet goed is. En dan krijg je natuurlijk een electorale spanning. En dan zegt de conservatieve baas... Nou, we gaan ook een beetje minder doen op klimaat. Onderliggend zit daar dat we heel veel moeten doen om het klimaatprobleem op te lossen. Maar als dat gefinancierd gaat worden door hele grote populaties die het al niet breed hebben, zeker vandaag de dag niet met inflatie, daar de rekening van te laten betalen, dan worden die mensen boos, bedreigd, zijn het niet eens, gaan het radicaliseren enzovoort. En dat begrijp ik, omdat die zich in de druk gevoeld worden. Wie gaat dit allemaal betalen? En dan wordt het makkelijk voor populisten als Trump om die polarisatie tot stand te brengen. In dat kader, jij bent lid van de toezichtsraad van het World Economic Forum. Als er één partij of instituut is geweest wat de afgelopen 3 jaar, met name in de hele coronaperiode, als werd gepolariseerd, dan is het wel het World Economic Forum, waar de meest grote onzinverhalen over rondgingen. Hoe kijk je daarnaar en wat doe je daaraan? Nou, het is een toezichtsraad, maar het is een vrij grote toezichtsraad. Ik geloof dat er 30 mensen in zitten. Dan nog? Die kan niet alles daarin doen en zeker niet als individu. Dus het World Economic Forum zijn allerlei verhalen over die niet waar zijn. Maar op een aantal terreinen kan het World Economic Forum natuurlijk zelf ook beter communiceren. Maar belangrijker is, als je één stap dieper gaat over Trump of Engeland of wat dan ook, vaak krijgen de populisten, zeg maar, de schuld. Dus Trump die dit doet, of Sunak die dit doet, of die dat, of wat dan ook. Die kunnen natuurlijk helemaal niks als er niet onderliggend in de bevolking een dusdanig gevoel is waar onvrede zij op in kunnen spelen. En dus vind ik belangrijker dan al deze mensen de schuld te geven. Nee, wat voor onderliggend gevoel is er in de bevolking? En is dat terecht? En wat ik net zeg, als mensen die het niet breed hebben een zwaarder rekening moeten gaan betalen aan klimaat, terwijl Nederland ook niet de grootste uitstoter is natuurlijk, dan voelen die dat deels als unfair, niet juist, te duur enzovoort. En daar moeten we wat aan doen. We moeten modellen vinden die niet ten koste gaan van deze mensen. We moeten financieringsmethodes vinden die niet ten koste gaan van deze mensen. Nou, we moeten uit de klimaatacties praktijk, veel inclusiever maken. Ja. Überhaupt de hele globalisering, terugkomend op dingen van het World Economic Forum. Globalisering wordt nu door mensen als slecht gezien. Ja. Nou, globalisering heeft heel veel mensen uit de armoede gebracht en wereldwijd heel veel welvaart gegeven. Maar niet voor alle landen, maar niet voor alle mensen in alle landen. Nee. Laat ik even het midden van Amerika nemen. De twee kuststreken van Amerika hebben enorm geprofiteerd van de globalisering. Het midden veel minder. Heel veel industrie die daar zat is vertrokken. En dan gaan we tegen die mensen in het midden van Amerika vertellen, ja, overal is Amerika beter uit die hele globalisering gekomen. Nou, als je daar midden woont, dat zal best wel. Krijg je geen, maar niet voor mij door. En ik ben boos. Nee. En ik begrijp dat. Dus je kan daar alleen maar mee doorgaan als je die hele globalisering, als je die klimaatacties enzovoort veel inclusiever maakt. Ongelooflijk complexe materie. Ja, daar ben ik mee eens. Toch? Dat is toch. Nee, maar goed, hoe jij het omschrijft, is, dan begrijp ik het allemaal wel. En dan denk ik, ja, dat klopt ook. En dan, maar hoe ga je dat? Bijvoorbeeld nu iets heel stoms, hè? Een beetje een ridicule voorbeeld, maar toch. Wat kost het, denk je, als jij met een telefoon in de hand in je auto rijdt en je wordt gesnapt. Ja. Hoe hoog is de boete? Enig idee? Ik weet niet, ik denk een paar honderd euro. 380 euro. Ja, zoiets. Feit laat zich rijden, dat is goed. Nee, maar goed, let op. Maar 380 euro, hè? En ik heb een zelfrijdende auto. Maar goed, dat is wetmatig, geldt dat niet. Okay. Nou kreeg ik hem thuis. Het is 380 euro. Jij deed dat? Ja. En meer moet het ook niet doen. Nee, maar let op. 4 oktober moet ik betalen. En dan staat erbij, als ik niet betaal, dan gaat hij naar 700 zoveel. Als ik dan niet betaal, is het 1400 euro. Nu zijn de Kamervragen, gewoon mensen die, weet je, die hebben gezegd, we zijn een beetje doorgeschoten. De boetes zijn te hoog.
Ze zijn gewoon te hoog. Dus kijk, misschien kan ik hem nog betalen. Maar er zijn heel veel mensen die een boete krijgen, die kunnen het niet betalen. En dan zeg je natuurlijk, ja, maar dat moet je het niet doen. Mm-hmm. Maar je krijgt zo'n beetje een boete op alles. Hè. Je kan bijna niks meer. Nou, het is heel complex, laat ik maar zeggen. Maar die boetes, iemand heeft dus nu gezegd ook, we zijn een beetje doorgeschoten. De boetes zijn te hoog. Nou, dat is heel klein, hè? Nu ga jij het hele globaliserende verhaal met alles wat er speelt in de wereld. Nu moet ik ook wel een visie hebben op de boetes in Nederland. Nee, maar dit is een hele makkelijke, want dan kan je gewoon zeggen, die boetes gaan naar beneden. Weet je, die is de, maar het is het, omdat het zo globaliserend allemaal in elkaar verweven is. Hè, want jij zegt Amerika, nou, 50, 51 staten. Ja, links en rechts vindt het prima. Californië en Boston, New York en een stukje Florida. Maar de rest is pure ellende. Ja, een aantal dingen. Ik heb geen visie op alle boetes van Nederland. Nee, maar als overigens, voorbeeld. Ja, als voorbeeld. Doorslaan. Overigens, met je telefoon in de hand bellen in de auto kan leiden tot een ongeluk. Tuurlijk. Waar iemand aan kan overlijden. Dus ja. Dat maar je krijgt hem ook als je op de fiets zit. Oké, maar het is geen klein dingetje. Dus kan het zijn. Dus ik vind ook terecht dat daar naar gekeken wordt. Want ik zou niet graag willen dat mijn kinderen worden overreden door iemand die zat te bellen in de auto. Dus nee. Ik vind ook terecht dat daar zwaar naar gekeken wordt. Het overal verhaal is natuurlijk, houden we deze samenleving betaalbaar voor bijna iedereen in de samenleving? En het liefst iedereen. En als het niet helemaal lukt voor iedereen, dan moeten we de hele onderkant daarvan natuurlijk aan alle kanten helpen. Met allerlei ja, ze noemen het tegenwoordig een lelijk woord toeslagen, maar allerlei hulp vanuit de overheid. Maar je kan niet een groot deel van de bevolking hebben die het moeilijk heeft. En af en toe nu de laatste jaren met inflatie, met energieprijzen enzovoort, wat ook compensaties zijn, heeft een groot deel van de bevolking of voelt een groot deel van de bevolking dat die het niet meer kan betalen. En dan ontstaat er onvrede. En dat moet je wel adresseren. Er is natuurlijk nog een ander dingetje, een beetje politiek gevoelig, maar ja. En Marx, dat is heel lang geleden, toen hij het socialisme, of daarna zelfs, hij bedoelde socialisme, communisme erop werd gezet, zei hij, je bestaansniveau is je bestaansminimum. En daar bedoelde hij mee, mensen kunnen heel makkelijk vooruit, maar mensen kunnen heel moeilijk achteruit en worden dan heel snel heel boos. Mm-hmm. En ja, daar had hij toen al natuurlijk wel een fair punt. Vooruit kan en achteruit voelt natuurlijk heel snel als ik hou het niet meer, ik knoop de eindjes niet meer aan elkaar enzovoort. En dat begrijp ik heel goed. En ik ga helemaal niet zeggen dat we achteruit moeten, maar ik ga wel zeggen dat we naar dat deel van de bevolking dat zo voelt, dat ook een terecht gevoel is waar we wat mee moeten doen. En als je dat veronachtzaamt, om te zeggen, ja, even pech gehad, dan creëer je een spanning in de samenleving en die resulteert vanzelf in onvrede en uitingen en politieke partijen. Maar die is nu toch heel breed eigenlijk. Wat ik bedoel, ik denk dat die pijn ervaren wordt momenteel bij mensen waar we het niet van verwachten, maar die pijn wel hebben, toch? Dat klopt. Het is toch keeping up appearances is denk ik nu gewoon de mode geworden. Ja, en dus moeten we een wat inclusievere aanpak hebben op het terrein van klimaat, op het terrein van onze planeet, maar ook op het terrein van onze maatschappij. Je kan alleen maar een samenleving hebben als je die samenleving ook bij elkaar houdt. Nou, laten we daar eens naar kijken, naar dat inclusieve. Vrouwen hebben al sinds, ik zeg uit mijn hoofd, 1918 van de vorige eeuw stemrecht in Nederland. En nog steeds zitten er minder vrouwen in raden van bestuur. Nog steeds is het moeilijk om voldoende vrouwen in raden van commissarissen te benoemen. Geloof jij in het glazen plafond? Of hoe kunnen we dat probleem oplossen? Ja, ik geloof dat het glazen plafond, ik weet niet of het echt een glazen plafond is, maar het is in die zin gewoon een feit. Zoals jij zelf zegt, er zitten gewoon minder vrouwen in de top. Dus ja dat is gewoon een feit. Ik vind dat heel slecht. Om een aantal redenen. De eerste reden is dat ik het niet leuk vind. Ik vind het gewoon niet leuk dat ik zou moeten leven of mijn kinderen opgroeien in een maatschappij gedomineerd door mannen. Dat is gewoon niet leuk.
Dat is gewoon niet goed. Ja, want wij mannen hebben er de afgelopen eeuwen ook al een beetje een zootje van gemaakt, toch? Ja, ook. Ja. Ook. Mannen hebben niet uitsluitend slechte dingen gedaan. Nee, het is alleen maar toegenomen. Heel veel slechte dingen zijn ook door mannen 7% gedaan. 7% verdient een man meer dan een vrouw. Hè? Ja. En we hebben er zo hard aan gewerkt. Maar hoe gaan we dat nou opdoen? Het eerste is dit gewoon niet goed. Het tweede is, het is eigenlijk ook heel dom. Want waarom zou je 50% van het talent in de wereld, vrouwen, verontachtzamen? Dat is gewoon dom. Dat is macro-economisch dom. Dat is micro-economisch in bedrijven dom. Dat is gewoon dom. En drie, ik heb het zelf in verschillende organisaties, maar natuurlijk sterkst in DSM gezien. Toen ik bij DSM kwam, was bij de top 300 altijd de grap dat mijn voorganger moest zeggen: dames en heren, heb je de top 300 bij elkaar? Eén vrouw, 299 mannen. Genant. Is die gênant. Dat is een leuke grap, dames en heren, maar het slaat nergens op. En ik heb gezien dat als je dat meer mixed maakt, dat het beter is, dat je bedrijf beter functioneert. Zeker een bedrijf dat het van innovatie en verandering moet hebben. Maar daarin moet je wel, wat ik noem, opschuiven, veranderen. Van het feest van de bevestiging naar het feest van de verrassing. Kijk, we zitten hier ook met drie mannen van ongeveer dezelfde leeftijd aan tafel. Ik neem aan dat we totaal verschillend stemmen in ieder geval. Maar ook dat risico dat was... Dat zou je verbazen. Oké, dan zullen we het zien. Oeh. Maar kijk, een club van mannen bij elkaar van dezelfde leeftijd, van dezelfde universiteit, die datzelfde stemmen, die dezelfde kranten lezen, is een geweldig gezellige avond met het feest van de bevestiging. Eén zegt wat, ander zegt ja, dat vind ik ook. Ja, dat herkenning. Ja, de feest van de herkenning. Enig. Hartstikke leuke avond. Je schiet er geen moer mee op. Je komt geen stap verder, maar het is heel leuk. Je moet gaan naar het feest van de verrassing, waarmee je andere soort mensen om tafel. Die zeggen nou, dat is ook gek dat je dat zegt. Nou, dat had ik helemaal niet verwacht. Nou, zo heb ik het nog nooit gezien. Nou, ik denk dat dat niet waar is. Het feest van de verrassing. En het feest van de verrassing, daar kan natuurlijk voortgang uitkomen. Daar kunnen nieuwe inzichten in komen. Mm. En dat hebben we bij DSM heel erg geprobeerd te promoten. Het feest van de verrassing. Mm. En ik geloof er heilig in dat dat toegevoegde waarde geeft. Het is wel zo. Je moet dat wel managen. En hoe doe je dat dan? Als er iemand luistert die een bedrijf heeft en die heeft een paar honderd medewerkers en de hele raad van bestuur bestaat nog steeds uit mannen. En die willen best. Maar hoe manage je dat dan? Wat kan je daar dan aan doen? Je moet gewoon vrouwen benoemen. Dus de raad van bestuur bij DSM bestond op een gegeven moment 50% vrouw. En de executive committee 50% vrouw. Raad van commissarissen 50% vrouw. Ja. Dus, het zou gewoon de statuten van de onderneming moeten bijna. In de wet wordt steeds meer dat het 30% minstens moet zijn. Dus dat is al een verschuiving. In het begin was ik tegen alles het quota en wetten. En steeds meer ging ik denken... Je hebt haast. Exact. Meer ging ik denken... Weet je, het is eigenlijk best wel goed om ons even over de heuvel heen te duwen. Om gewoon quota en wetgeving te hebben en daarin gaan komen. Want het helpt. In 2018 was je de meest invloedrijke bestuurder. En ik denk dat je nog bent. Ja? Dus dat blijft aan je kleven en in positieve zin. Maar dan kan je toch op een gegeven moment ook gewoon dingen er doorheen krijgen. In je eigen bedrijf wel. In de maar toch ook bij al. Oké, maar goed, als je commissaris bent of je zit in het bestuur van, nou, weet je, x aantal bedrijven. Dan kun je zeggen, prima, ik wil erin. Maar alleen als gewoon die 50-50 quota, gewoon, anders ga ik er niet in. Ja. En dan, wat doen mensen? Wat zeggen mensen dan? Of heb je dat al eerder? Heb je het wel eens een heleboel dingen op. Ik zit er heel vaak in allerlei panels bij die internationale conferenties en toestanden. En dan vraag ik altijd hoe het met de gender balance zit. En soms valt dat tegen. Ja. Er waren even geen vrouwen. Dus nou, dan is er even geen panel. Ja, oké. Okay. Dus dan pak je wel door. Dan moeten we dat. Oké. Vind je dat we een per se een vrouw moeten zoeken alleen omdat ze vrouw is? Oh, dat is een goed punt, zeg je dan? Nee, dat vind ik niet. Nou dan. Ik zeg, je moet een vrouw ook nog vinden die heel goed is en die hierin past. Ik zeg ja, en doe het maar. Ja. Fijk, ik wil eventjes met je praten over een ander
bedrijf wat best veel aandacht heeft gekregen de afgelopen maanden, terwijl het qua omvang heel veel kleiner is dan de bedrijven waar je normaal gesproken bij betrokken bent. Lightyear, Richard is daar een van de investeerders uit het eerste uur. Jij bent daar binnengekomen nadat er surseance was aangevraagd. Hoe gaat het met Lightyear? Nee, Feike was ook... Hoe gaat het met het bedrijf? Dat weet ik niet helemaal, omdat ik het nu op grote afstand ervan sta. Ik ben blij dat we een doorstart hebben kunnen regelen. Kijk, ik geloof heel erg in de missie van het bedrijf. Trouwens, Richard ook en vele anderen. Het is natuurlijk heel mooi om een auto te hebben die niet op elektriciteit oplaat, maar gewoon op zonne-energie. Die 50, zelfs in het Nederlandse klimaat, 50 kilometer per dag oplaat. Doe hem gewoon buiten op straat neer te zetten. Ja. De meeste mensen rijden niet meer dan 50 kilometer per dag in een auto. Gewoon... Dus die hoeven hem nooit aan de elektriciteitspaal te hangen. Dat is toch uniek. Komt het goed met dat mooie bedrijf? Dat moet zich nog uitwijzen, moet ik zeggen. Dat is geen het verre van een zelfsprekendheid. Want er is maar weinig geld opgehaald bij die doorstart. Wel dat het bedrijf doorgestart kon worden. En nu moeten ze heel goed nadenken, denk ik, wil ik vasthouden aan de oude missie? Of wil ik verschuiven naar een missie die makkelijker haalbaar is als we minder geld hebben? Is dat dan, die missie? Nou, de eerste missie was het bouwen van die auto. Het bouwen van auto, maar dat is niet binnen kort handbereik op dit moment. Want daar is heel veel geld voor nodig. Daar heb je miljarden voor nodig. Nou, minstens 1,5. En dat is er nu niet. Dus dat kan nu niet op die manier. Maar je kan wel natuurlijk de technologieplatform opbouwen waarop anderen kunnen voortbouwen. En ook dan zet je een beweging in gang. En dat is hetgeen wat ik altijd wil. Een beweging in gang zetten, verandering. En dat kan. Dat moeten ze nu wel bewijzen. Nou, dat vond ik echt wel, dat wil ik toch wel even gezegd hebben ook. Dat daar ging Feike. Kijk, ik was heel boos. Hè. Wij werden gesommeerd onze podcast offline te halen. Nou, ja, nadat jij had... Dat hij moedwillig kapot werd gemaakt. Jij wist dat er op het Zuid-Koreaanse tv-nieuws... Oh nee, dat is daarna nog gebeurd. Nee, helemaal het begin. Dus 9 maanden geleden, toen wij onze eerste podcast, weet je wel. Ja. Toen nog met InvestNL en met SRV en VDL. Daar had jij een aantal dingen in gezegd. Ja, die vond ik heel onprettig. En die vind ik nog steeds, die zou ik weer een beetje volder in gaan. Hebben jullie podcast online offline moeten halen? Nou, waar ben ik hier beland? Nee, maar dat doen we natuurlijk never nooit, Feike. Dus dat is mooi. Nee, maar ik vond in feite ook... Nee, niet in Noord-Korea. Nee, dat zeiden we toen. Nee, maar jullie zulke gekke uitspraken. Dat je hem zelf offline moet halen, dan vraag ik welke podcast dat werd ons gevraagd. Nee. Okay. Maar toen vond ik in jou eigenlijk, ik moet heel eerlijk zeggen, één van de weinigen, zo niet de enige, medestrijder. Nee, gewoon letterlijk. Ja. Denk ik, wat vind je? Het gaat toch niet gebeuren terwijl wij hier dan... Nou, en dat vond ik wel. Want ik snap ook dat jij alles kan, of veel kan verliezen. Ik heb niks te verliezen. Weet je, ze bekennen me niet. Dat zal mij even uitmaken wat mensen van mij vinden. Ja. Ik kan me dan nog indenken dat jij zoiets... Nou ja, nu ga ik me toch echt op een beetje gevoelig territorium begeven. Maar toen kwam... Ja, je bent geen Rotterdammer, toch? Even, waar ben je geboren? In Loosdrecht. Nou ja, ligt een beetje... Nieuw Loosdrecht, toch? Ja, maar je had wel een klein beetje de Rotterdamse mentaliteit te pakken, vond ik. Ja, nou ja, wat ik zag toen het helemaal misging... is dat iedereen zich ging verharden in hun eigen standpunten. Management vond dit en dat. Er was een soort raadcommissarissen, maar dat was ook niet helemaal goed ingevuld. Die vond nog iets anders. En waren er nog grote investeerders die ook pandrechten hadden. Die vonden weer wat anders. Dan waren er andere investeerders, zoals jij. En die vonden weer wat anders. En iedereen vond heel erg zijn eigen standpunt. En die bleven daar op tamboureren. En ik dacht, oké, nou, prima. En ik heb dat ook tegen die grote investeerders toen gezegd. Ik kan hem wel heel ferm blijven staan. Ik beweeg geen millimeter. En dan heb je straks niks weggegeven. En dan heb je je volledig eigendom van nul. Nou, dan mag je trots op zijn. Dus je kan beter, ja... Je moet willen dealen en wielen. Je moet willen kunnen luisteren naar anderen. En ook iets ingeven en anderen ook iets gunnen. En als je dat niet doet, dan ben je heel stevig, maar je bereikt niks. En ja, dan weet je, daar heb ik me toen voor ingezet om dat voor elkaar te krijgen. Hoe groot acht je de kans dat Lightyear in een of andere vorm overleeft? Dat kan ik niet zeggen, dat weet ik niet. Dat klinkt niet optimistisch. Nou,
Kijk, we moeten ons goed realiseren dat zo'n 90%, dit is geen goed getal, zo'n 90% van alle start-ups overleeft niet. Ja. Dus als je gewoon puur statistisch kijkt, kun je maar beter niet in start-ups investeren. Tenzij je bij Startup Bootcamp je laat accelereren, want dan overleeft 76% de eerste 4 jaar wel, maar dat is een heel ander verhaal. Dat is een mooi zaak. Dat is jouw ding. Ja, zeker. Dat weet ik. Ja. Maar doorsnee in de wereld, de meeste overleven niet. Dus je moet ook realistisch zijn dat dat hoog risico activiteiten zijn. En daar zou het veel te stoer zijn om te zeggen, nee, die overleven wel, nee, die komen er wel. Ik denk dat je dat in deze fase nog niet kan zeggen. Ik denk wel, en kijk, waarom zet ik me in voor al die dingen? Kijk, je zei het net in de inleiding, ik ben een bioloog. En ik heb bedrijfskunde gedaan en allerlei dingen. Dat is allemaal leuk en wel. Maar ik blijf ook ergens van binnen een bioloog. En ik ben opgegroeid als bioloog met Darwin. En ik heb hem nooit ontmoet. Helaas, was al lang overleden voordat ik geboren was. Maar die man heeft toch een van de mooiste boeken geschreven van de wereld. Survival. Het boek heet The Origin of Species. Hm. Waar wij eigenlijk vandaan komen. En in het boek schrijft hij ergens, in het eerste deel op een gegeven moment, to my surprise, to my own surprise, dus hij was echt verrast, it is not the biggest, it is not the fastest, it is not the strongest, but it's the fittest who will survive. En de fit is niet degene die het veel meest aan de gym is geweest, maar de fit is degene die het meest adaptief is, die zich het meest kan aanpassen aan een veranderde wereld. En dat geldt voor soorten, dat geldt voor organisaties, dat geldt voor landen. Volgens mij geldt dat voor elke vorm van organisatie. Heb je het inzicht in hoe de wereld om je heen verandert? En heb je de kracht en de sterkte om jezelf daarin aan te passen en daarin te manoeuvreren? En dat is een moeilijke balans, want soms moet je de vastberadenheid hebben om geen millimeter in te geven. En soms moet je de flexibiliteit hebben om je aan te passen. En daar moet je in manoeuvreren. En dat vind ik enorm interessant van organisaties, van landen. Ik was in Londen van de week en daar hoorde ik iemand zeggen, despair is an insult to creativity. Wanhoop is een belediging van creativiteit. En als je als ondernemer met je rug tegen de muur staat, ja, dan komt het aan op die creativiteit. En ik hoop dat het management van Light hier in ieder geval creatief genoeg is. We hebben ooit begrafenissen georganiseerd bij DSM voor mislukte projecten. Ja. En dat is heel succesvol geweest. Als we grote mislukte projecten hadden, dan gingen we die begraven in een stemmige kamer met gedempte muziek. En een projectbeschrijving ging in een kistje. En dan waren er wat speeches. En dan was het afgelopen met het project. Op een gegeven moment hadden we een project. We hadden een nieuwe coating ontwikkeld voor glas, voor wissellijstjes en voor andere schilderijtjes enzovoort. En die coating pakte al het licht en duwde het door naar het schilderij of wat dan ook. En dat betekent dat je nauwelijks ziet, of eigenlijk niet ziet dat er glas in zit, omdat nul reflectie is. Je denkt dat je erin kan prikken enzovoort. Heel mooi. Beetje duur. Dus de enige klant die we hadden waren musea. Die vonden dat wel interessant. En voor de rest, hele mooie uitvinding. Geweldige innovatie. Geen markt. Nou, 10, 15 miljoen verder. We gezegd, we moeten hier echt mee stoppen. En de toenmalige chief innovation officer zei ik toen, we moeten hiermee stoppen. Dit wordt nooit wat. En toen heb je een mooie begrafenis gehoord. Een mooie begrafenis. In de glazen kist. Iemand op die begrafenis, allemaal speeches, mannen en vrouwen, zegt er iemand, ik begrijp eigenlijk niet. Licht zijn fotonen. Ja. En die gaan hier dwars doorheen. Ja. En dat zijn eigenlijk energiepakketjes. Ja, en? Maar goed, er is geen markt enzovoort hiervoor. Nee, ik begrijp niet. En wat als jullie dit dan op zonnepanelen doen? Hebben we dan een hogere opbrengst? Dus ik keek mijn chief innovation officer aan van, ik neem aan van wel, hè. En ik keek zo, ik denk het ook, was een andere specialist ook. Oh, en waarom hebben jullie dat hebben jullie toen getest dus? En wat is daar dan uitgekomen? Nee, dat hebben we niet getest. Hè? Waarom niet? Omdat we daar niet aan gedacht hebben, want we waren bezig met onze wissellijstjes. Dat is dan dom. Dat is ook dom. Bedankt voor de opmerking.
Ja, maar als je dat gaat testen en je hebt een hoge opbrengst van je zonnepanelen, dan heb je toch een goede business case. Waarschijnlijk wel. Dus toen hebben we begrafenis gestopt. Een kistje weer open. En zijn we dat gaan testen. Ja, 15% meer opbrengst. Nou, en een gigaproduct. En daar hebben we een grote business toen uit ontwikkeld. Ik vind dat een mooi voorbeeld. Ik denk, wat jij net noemt bij Lightje hebben andere bedrijven. Er is op een gegeven moment ook creativiteit nodig. En als je een probleem ziet, leg dat in een groep. Liefst een diverse groep van mensen die niet allemaal hetzelfde denken. Zoals deze, was een meneer, had een vrouw moeten zijn. Maar die zegt, waarom hebben jullie dit gedaan? Ja, omdat we daar niet aan gedacht hebben. Dat is dan dom. Dat klopt ook. Bedankt voor de hulp. Zoals Johan Cruijff zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Feike, dank je wel voor je wijze woorden en je mooie anekdotes. We hebben nog een paar vaste onderdelen in deze lange podcast. Dus we gaan er even snel doorheen. Richard, de ondernemer van de week. Ja. Nou ja, we hebben het vaak over eigenlijk zijn grootste rivaal. Hè? Dus even voor de mensen die meestal luisteren, die weten misschien over wie het gaat. Want er zou natuurlijk een soort van kooigevecht komen tussen beiden, dat weet jij. Musk tegen Zuckerberg. Ja, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, hè? Van niet alleen Facebook, van Instagram en van WhatsApp. En WhatsApp is denk ik wel heel erg powerful in de wereld. En hij was heel stil over AI en alles wat daar speelde. Tot nu eigenlijk. En hij wil het gaan integreren. Ja, Zuckerberg slaat op een enorme manier terug. Dat mag je. Nou ja, goed, we gaan het zien. Maar ja, de kans is aanwezig. Ja, ja, want Meta gaat AI in WhatsApp en in Messenger en in Instagram inbouwen. En je kan het straks met WhatsApp doen wat je nu ook met ChatGPT kunt doen. Dat nou ja, we hebben natuurlijk even van Marleen te horen gekregen afgelopen week wat er allemaal speelt in Silicon Valley en omgeving. Marleen was in Silicon Valley. Die was daar met Nvidia en al die grote bedrijven. Dus daar komen we zeker op terug. Ja. Ja. Dan even de State of Tech. Deze week wil ik even met jullie praten over de recente ontwikkeling in de wereld van blockchain-technologie. En dan vooral de totale ineenstorting van de waarde van NFT's, non-fungible tokens. Uit een analyse door Chainalysis, groot bedrijf geworden, ook ooit een start-up. 73.257 NFC-collecties, daarvan blijkt 95% een marktkapitalisatie te hebben van welgeteld nul ether, nul dollar, helemaal niets. Oh. In totaal hebben 23 miljoen mensen die hebben zo'n NFT gekocht een paar jaar geleden. En die zijn werkelijk helemaal niets meer waard. Als je het hebt over hypes, dan zie je hier dus dat die NFT's je zag die Bored Apes, een totale hype zijn geweest. Wat zijn die nog waard? Die Bored Apes, weet je er iets van? Dat waren die allereerste. Die apen, ja. Die aapjes, ik heb geen idee. Maar 23 miljoen mensen zijn in ieder geval al hun geld kwijt. En sommige daarvan hebben daar echt miljoenen voor betaald. De State of Tech. Elke week hebben we dat in deze podcast over ontwikkeling in de tech. Jij hebt nooit NFT's gehad, denk ik. Feit. Ik heb nooit NFT's gehad. En ik vond het wel fascinerend dat mensen daar zoveel geld voor over hadden. En mijn vraag was altijd, is dit een hype of een blijvertje? Het is moeilijk om dat precies in te schatten in het begin. Ja. Ik heb me nooit aan gewaagd omdat ik het een vreemd en curieus iets vond. Want ik kan wel zeggen, er is deze fysieke wereld en er is een totaal andere virtuele wereld om ons heen. Alsof er twee werelden zijn. En toch denk ik, er is maar één wereld. Dat is gewoon de wereld waarin wij dagelijks leven, eten enzovoort. En die andere wereld is een enabler en een hulp van deze wereld. Maar het is niet dat er ook een hele andere wereld is. Er is gewoon maar één wereld. En sommige mensen denken dat er twee werelden zijn. Ja. En dat ben ik ook benieuwd wat er van dat meta gaat gebeuren en hoe dat gaat opereren. At the end, denk ik, is er maar één wereld. En er is wel een virtuele omgeving, maar die kan ons helpen. Maar er is geen vervanger voor deze wereld. We gaan het zien hoe het met deze wereld verder gaat. Tips van de week, Richard? Ja, nou, ik ben wezen lopen van het weekend. Dat was heel leuk. Op de grens van België en Nederland. En als je fietst, dan heb je die knooppunten. Ja, het klinkt een beetje AWB-achtig, maar we hebben de leeftijd. Maakt allemaal niks meer uit, vaker. Dus dan heb je dus die knooppunten. Ga je van knooppunt 21 naar 62 en zo ga je door, hè? Dat kan je met wandelen ook doen. Wist ik eigenlijk niet, om heel eerlijk te zijn. Maar waanzinnige wandeltochten. Je weet, ik wandel heel veel. Mm-hmm. Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook, die bestaat al heel lang hoor, die app Komoot. En als je daar een beetje handig mee bent en je kan daar, het is eigenlijk een soort van Spotify natuurlijk, hè, dat slaat op en het herinnert. Dan komt hij met ongelooflijk gave... Maar Komoot is een app om te dat wandelen. Dat is een app om te wandelen, okay. Ook om te fietsen. Yes. En, je kan er van alles mee. Maar daar sta je te kijken. Hoe onwaarschijnlijk goed dat is geregeld in de wereld... waar je allemaal kan lopen en kan fietsen. En ik denk, ik koppel het nu een keer een beetje het oude lullen imago... wat ik toch heb, even, maar dan ook nog aan een app, Ruud. En dat is Komoot. He? Heel Komoot. Goed. Komoot, we gaan hem allemaal downloaden, ja. Richard. Fijk, heb jij nog een aardige tip voor onze luisteraars? Een restaurant, een cd of een track die ze moeten streamen? Een boek. Of een boek? Of moeten we allemaal... Nou ja, we hadden het daar net al even over... er zijn natuurlijk veel, wat ik begreep, jonge en ook oudere ondernemers... die luisteren naar jullie podcast, doorzetten, dingen voor elkaar krijgen enzovoort. En we hadden het net over dat de meeste start-ups, behalve als ze bij jou in de leer geweest zijn... maar de meeste start-ups, Ruud, de meeste start-ups halen het niet. Er is een heel mooi boek geschreven door Kim Kvitt... Kvitfier, ja. Met een KV, moeilijk voor mij uit te spreken. Scandinavië natuurlijk. En how to F, sterretje, your startup. Inderdaad, ik mag dat voor de podcast niet helemaal uitspreken, maar u weet... Wat die zegt. En hij, het boek staat ook met die drie sterretjes achter de F. We zetten het boek even in de show notes van deze. Oké, okay. Interessant. Hij heeft daar 6 grote lessen. Waarom je bedrijf het niet goed zal doen en ook failliet zal gaan. Die zijn spot on. Elke 6 lessen heeft weer 4 deeldingetjes. En bij sommige bedrijven waar ik betrokken ben, denk ik... die hebben dat boek gelezen... En van A tot Z gevolgd. Want de bedoeling was dat het boek geen handleiding is, maar een waarschuwing. Maar sommige bedrijven lijken wel of die dat boek een handleiding hebben gemaakt. Die hebben het niet begrepen. Die hebben dus allemaal gevolgd. En dat zou ik iedereen willen aanbevelen. wat voor lessen er al door vele voor jou gevolgd zijn... En trap daar dan niet wederom in. Ja, compagnon Patrick de Zeeuw, die heeft ooit een presentatie gemaakt... 40 Startup Founder Fuck-ups. Ik spreek het gewoon maar uit. En ik kan me voorstellen dat een aantal daarvan terugkomen in dit boek. We gaan hem in de show notes zetten. Dank je wel. Mijn tip van de week, ik was vorige week in Londen. Daar sprak ik op Boardwave Live. Van een eerdere gast in deze podcast is Phil Robinson... de oud-CEO van Exact Software. Hij heeft Parkinson. Dit is een groot evenement waar de software... C-level mensen van de softwarewereld in Europa bij elkaar kwamen. Prachtig evenement. Waarvan de opbrengst in zijn geheel naar de Parkinson-bestrijding gaat. Dus ik raad iedereen die onderneemt en die in de softwarewereld zit... aan om zich aan te sluiten bij Boardwave. Een soort LinkedIn voor de softwarewereld. En ik zei daarnet al, daar werd onder andere gezegd... Despair is een insult to creativity. Wanhoop is een belediging van je verbeeldingskracht. Een andere die ik daar hoorde, vond ik ook heel mooi. Pain plus reflection is progress. Hè? Pijn plus reflecteren is vooruitgang. Dat leken mij mooie wijze woorden... Mooi, om deze aflevering van Doorzetters mee te beëindigen. Fijke Siebesma, ontzettend dank voor je komst naar de Brouwersgracht in Amsterdam. Dankjewel. Richard Bros, altijd een genoegen tegenover jou te zitten. Wederzijds. Jij bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Je weet, geef nooit op. Blijf doorzetten, want opgeven is simpelweg geen optie. Tot volgende week. Dag. Dank jullie wel. Deze podcast wordt je aangeboden door Bondex. De oplossing voor ondernemers die groeikapitaal willen ophalen. Vond je dit een leuke podcast? Laat ons weten wat je ervan vindt. Like, subscribe of stuur een berichtje via onze socials. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Doorzetters. Want opgeven is geen optie.